Hoe levert onderzoek naar modder nieuwe medicijnen op? Dit is de Universiteit van Nederland. Ja, je ziet hier allemaal hele mooie planten staan. En planten hebben wel hele goede eigenschappen. Wist u dat je met deze planten ook gewoon stroom kunt maken? Ik zal hem eens even aanzetten. Lichtjes. Hè? Doe ze weer even uit. En weer even aan. Dat is toch wel fascinerend, hè? En het is eigenlijk ook iets wat al wordt toegepast. Langs een mooie weg, over de A12, de verlichting langs de rails. Het is een spin-off bedrijf van Wageningen Universiteit die dit heeft als bedrijf is opgestart. En ja, dan denkt u, goh, wat goed hè, van die plant. Jeetje, want wat gebeurt er dan eigenlijk? Wat gebeurt er eigenlijk? Nou, eigenlijk is het eigenlijk helemaal niet die plant. Het spannendste gebeurt in die bodem. Ja, want u denkt waarschijnlijk van, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, we hebben het hier eigenlijk over een microbiële brandstofcel. Want in die bodem zitten allerlei bacteriën. Er zit van alles en nog wat. Daar kom ik zo op terug. Die plant die staat in het zonlicht CO2 te pakken, zonlicht te gebruiken en uiteindelijk daar organisch materiaal van te maken. Een soort suikers. En die wortels die lekken gewoon een beetje. En die lekken. En in die bodem zit een fantastische gemeenschap aan bacteriën die daar iets mee doet. Hè, die eet daarvan, zou je kunnen zeggen. En terwijl ze dat doen, doneren ze elektroden waar je uiteindelijk, als je die opvangt, zwakstroom mee kan maken. En u ziet het, het lampje kan branden. En eigenlijk in elke vochtige bodem zou je gewoon stroom kunnen maken. Nou, je ziet het al voor me. Grote rijstvelden waar je dat kan doen. En allemaal door wat er zo'n beetje hier in deze bodem, in deze prachtige bodem zit. In één zo'n grammetje, en ik denk dat dit al meer is, van die bodem, daar zitten 10 miljard bacteriën. Meer dan mensen op deze planeet. Meer dan 10.000 soorten bacteriën. En er zit eigenlijk wel honderden schimmeldraden in. Schimmels zitten erin, maar daarnaast zitten er ook, nou, bijvoorbeeld in een voetbalveld zit geloof ik 625 kilo regenwormen. Daar zitten mijten in, daar zitten aaltjes in, er zitten insecten in. En het is dus een heel levende bodem. U staat daarop, maar het zit daaronder. En daar gebeuren hele spannende dingen. We zijn helemaal niet zuinig op die bodem. En terwijl het toch zo'n spannende bodem is. En ik kwam meer uit het, ja, ik zal maar zeggen, het gebied van de bovengrondse wereld. En toen ik bij het Nederlands Instituut voor Ecologie kwam, ben ik een afdeling begonnen die zei van, ja, er werkten heel veel mensen aan de ondergrondse. Maar die dachten nooit aan de bovenkant. En ik dacht als bovenkant onderzoeker nooit aan die onderkant. Terwijl toch iedereen kan zien dat die plant hier niet ophoudt. Hè, want hieronder zit natuurlijk de hele wortelpartij. En dat is het leuke van een onderzoeksinstituut waar je dan disciplines kan verenigen en dan kan bestuderen hoe die ondergrondse en die bovengrondse interactie eigenlijk plaatsvindt. En het was heel erg leuk. Een van de promovendi die heeft laten zien dat als er ondergronds geknaagd wordt aan deze wortels, dat bovengronds een heel groot effect kan hebben. Nou, misschien niet zo heel goed te zien, maar hier zitten kleine rupsen op. En als die ondergrondse insecten bijvoorbeeld knagen aan die plant, dan gaat die plant daarop reageren en die maakt eigenlijk andere stoffen aan die het voor die rups het leven wat moeilijker maken.
Dus de verdediging van die plant, die wordt ondergronds aangezet, zou je kunnen zeggen. En als we verderop, boven, daarboven nog in de voedselketen kijken, want die rups heeft ook weer vijanden, dan zien we dat dat ondergrondse gevreet eigenlijk zelfs daar in die hogere lagen, in die soorten die daarvan eten, nog effect kan hebben. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar wat nog eigenlijk veel fascinerender is, is dat hele kleine grut. Ik had het al over de schimmels en de bacteriën. Want wat een wereld. We weten nu pas eigenlijk sinds een jaar of, nou, misschien 10 zou je kunnen zeggen, ja, dat leven daar eigenlijk de grootste biodiversiteit op aarde is. Want vroeger konden we wel wat bacteriën op een soort akkerplaten uitzetten en dan konden we die bacteriën wel bestuderen. Maar we weten nu dat dat maar 1-3-5% max van de soorten is die er werkelijk in die grond zitten. 95% van de soorten kennen we nog helemaal niet. En het is nu, door het hele genoomonderzoek, dus het moleculaire onderzoek, dat we helemaal op DNA-niveau kunnen kijken, kunnen we in die bodem kijken. We kunnen eigenlijk een DNA-monster van die hele bodem nemen. En dat maakt niet uit in welk organisme het nou zit. Maar op die manier kunnen we wel identificeren van wat daar werkelijk gebeurt. Dus wat er zit en wat het doet. En dat is heel spannend. Want er zijn natuurlijk ontzettend veel mogelijkheden om dan hele nieuwe bioactieve stoffen te leren kennen. Want eerlijk gezegd, een bacterie kan alles. Je kan het zo gek niet verzinnen of een bacterie kan het wel afbreken of er iets mee doen. En waar gebeurt het nou vooral? Het gebeurt vooral in deze zone. In die zone waar de wortels zitten. Die wortels, die plant eigenlijk, en die kleine organismen, die hebben een hele intieme relatie. En die microben die helpen de plant met het beschikbaar maken van en het opnemen van voedingsstoffen. Maar ook ze bevorderen die wortelgroei helemaal. Ze breken giftige stoffen af. Ze houden ziekte op een afstand. Ze kunnen de plant helpen bij overstroming of bij hitte of bij droogte. In ieder geval is het een hele intieme relatie. En daar kunnen we dus gewoon gebruik van maken. Het zijn niet allemaal bad guys. Die microbiële gemeenschap die moeten we dus koesteren. En die moeten we ook proberen te optimaliseren. Een leuk voorbeeld is onderzoek wat op dit moment gedaan wordt bij onze afdeling microbiële ecologie. U kent allemaal wel de broccoli, ontzettend gezond. Er zitten allerlei stoffen in waarvan men toch ook denkt dat ze u kunnen helpen in het afweermechanisme, antioxidantische afweermechanisme, kunnen helpen tegen kanker of tegen bepaalde neurologische afwijkingen. Dat dit soort stoffen die hierin zitten heel goed zijn. En wat is nu ontdekt? Dat die bacteriën, bepaalde soorten in die bodem, eigenlijk bepaalde stoffen die deze broccoli zo gezond maken, juist kunnen bevorderen. Dus we kunnen met die bacteriën die broccoli gewoon gezonder maken. En het gaat tegenwoordig juist ook om gezond voedsel. Niet alleen maar veel voedsel voor 9 miljard mensen, maar vooral ook gezond voedsel voor die 9 miljard mensen. Dus dat is een hele mooie benadering. En het staat eigenlijk haaks. En het is een nieuwe benadering. Het staat eigenlijk haaks op hoe wij altijd dachten over die kleine organismen in de bodem. Als de bad guys. Die maakt je planten ziek en die moet je bestrijden. Dit is werken met de natuur en niet werken tegen de natuur. Er zit dus ongelooflijke schatkist in die bodem. In die bodem waar we nog zo weinig van kennen. En eigenlijk wil ik u meenemen naar zo'n gekke ontdekking die ook een beetje met die micro-organismen te maken heeft. U kent natuurlijk allemaal wel penicilline. Penicilline is iets dat ik denk dat ik dat niet hoef uit te leggen. Maar hoe is dat nou eigenlijk ontdekt? Nou, er was een Engelse professor, Fleming, in 1928. En die had een laboratorium en hij was een bacterioloog. Dus hij was altijd met bacteriën bezig. Hij was ook eigenlijk op zoek naar nieuwe medicijnen. Maar het was ook wel een beetje een slordig man.
En al die bacterieplaten met die uitgeplate bacteriën, die zetten die dan ergens in een hoek van de lab en zo. En dan ging op een gegeven moment op vakantie. En na een maandje of zo kwam hij terug. En hij gooide dan zo die platen over het algemeen. Even kijken wat erin zit. Nou, daar zit zoveel rotzooi bij en schimmel. En nou, we gooien het gewoon in de Lysol en we zien wel. En op een gegeven moment keek hij goed naar een van die platen. En toen zag hij dat daar inderdaad schimmelculturen in zaten. Maar dat de plek waar die bacteriën waren, dat die helemaal leeg was. En in feite zag hij dat die schimmel die groeide in die plaat, dat hij de bacterie had weggeduwd. En toen begon bij hem een lichtje te branden. En eigenlijk in ons laboratorium op dit moment zijn we soortgelijk onderzoek aan het doen. Nou, misschien niet dat je kan vragen om serendipiteit. Maar ik laat toch wel even iets zien wat ik een hele mooie ontdekking vind. Want ik zal u eventjes dit laten zien. Dit is een zo'n petrischaal. Hè? Daar zit een soort voedingsbodem in. En daar kan je dan bacteriën of schimmels kan je daarop enten. Nou, hierboven zit dus een schimmel. En die groeit daar vrolijk. Met die mooie schimmeldraden. Maar hier zit een, die streep die je hier ziet, dat is een bacterie. Nou, die schimmel heeft daar, ze hebben niet zo'n invloed op elkaar in dit geval. Hè? Hetzelfde zien we hier, is een andere bacteriesoort. Die is dan in dit geval geel gekleurd. Er groeit weer een schimmel. En ze groeien eigenlijk een beetje over elkaar heen. Geen enkel probleem. Maar wat ontdekt is, is dat er een ontzettende sociale interactie is tussen bacteriën. Een bacterie, die helpt zijn soortgenoten wel. Maar als hij een andere soort tegenkomt, die wil hij niet. Dus hebben we ontdekt dat als je nou twee bacteriënsoorten in diezelfde schaal doet en je laat een schimmel groeien, dat die schimmel geremd wordt. Met andere woorden, diezelfde schimmel, diezelfde twee bacteriën, omdat het twee verschillende soorten zijn die met elkaar de strijd aangaan, gaan ze antibioticum maken. En het antibioticum is in dit geval een schimmelwerend antibioticum. Dus we hebben hier bacteriën die schimmels aanvallen. En we zien dat die bacteriën dat ook eigenlijk alleen maar doen als ze met een andere soort in aanraking komen. En we kunnen dus op een bepaalde manier, want dat weten we nu, de vluchtige stoffen, want ze werken eigenlijk elkaar tegen met vluchtige stoffen. Die vluchtige stoffen kunnen we opvangen en die kunnen we in een GCMS, een gaschromatografie, massaspectrometrie apparaat, identificeren om te kijken wat voor stoffen dat zijn. Dus er is nog heel erg veel te ontdekken in dit geval. Maar ja, die bodem, dat is dus een levend organisme. En wat gaan we er nou toch ontzettend slecht mee om? Want wat we ons niet realiseren is dus dat levende organisme ook eten nodig heeft. En wat is dat dan voor eten? Nou, dat eten is plantenresten. Dat is eigenlijk biomassa, dat is organisch materiaal. En dan gaat het vooral om de koolstof. Die moet dus weer terug die bodem in, want anders stopt het verhaal. En dat doen we niet. Over het algemeen, want het is eigenlijk landbouw, halen we natuurlijk alles van het land af. He, nou, een maïskolf is nog niet zo erg, maar stel nou dat we alle biomassa eraf halen. En dat dreigt te gebeuren. Want we gaan naar een biobased economy waar we biomassa ook voor energie willen gaan gebruiken. Nou, dan is ieder strootje dus geld waard. Dan gaat er dus niks meer terug naar die bodem. Dat moeten we natuurlijk niet willen. Want als we niks meer terug doen in die bodem, zal ook dat lampje niet meer branden. Dan zal die microbiële gemeenschap ophouden. En al die functies die de natuur heeft in die bodem, die zo te goede komen aan ons, ja, dat kunnen we dan wel vergeten. Werken met de natuur in plaats van tegen de natuur. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Er is een schatkist aan biodiversiteit. Het is ons natuurlijk kapitaal. De bodem is het basis van alle leven. En daar moeten we ongelooflijk zuinig op zijn.
Nou, ik heb jullie verteld hoe je met die bodem, hè, dat je met die antibiotica, dat je je vijanden op een afstand kan houden. Maar hoe zit het nou eigenlijk met die biodiversiteit? En hoe zit het nou eigenlijk met je vrienden? En daarover ga ik meer vertellen in het volgende college.